Zijn teksten zijn wereldberoemd en worden nog dagelijks gebruikt in de theater- en filmwereld. 400 jaar na zijn dood is Shakespeare nog altijd razend populair. His name is Romeo. And he's a Montague, the only son of your great enemy. You see that girl? Yeah, that's Kat Stratford. I can't take out her sister until Kat starts dating. You see, their dad's whacked out. He's got this rule where the girls are... That's a touching story. It really is. Not my problem. Would you be willing to make it your problem if I provide generous compensation? Now, this looks familiar. Where have I seen this before? Let me think. Oh, yes, I remember. This is just the way your father looked before he died. Here's my little secret. I killed Mufasa. No! I'm not Sebastian. I'm Viola. Wait, you're not Viola. Yes, I am. No, what are you talking about? I've been pretending to be my brother while he was in London for the past 2 weeks. Ow. So I could make the team and beat Cornwall. Ja, Shakespeare, kun je eens op veel manieren mee omgaan. Laat ik het zo zeggen, Dennis Aling, filmmaker, recensent hier aan tafel. Brainpower hier aan tafel, die weet ook alles van Shakespeare. Daar gaan we zo af hebben. En natuurlijk de man die het ook heel veel weet, Boerman. Die zit hier, ook nog een beetje ziekjes. En je ziet er zijn ogen en toch hier gekomen. Dus ja, dat zegt wat, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, het is de 400-jarige sterfdag van Shakespeare. Dus het is belangrijk om dat nog even onder de aandacht te brengen. Ja, geweldig. En als je dit ook ziet, deze compilatie. Er zijn sommige mensen, laten we zeggen, als je wat recht in de leer bent, dan denk je, oh, dat kan niet. Het wordt in tekenfilms overal in gebruikt. Hoe kijk jij dat? Integendeel, Shakespeare zelf, die jatte links en rechts. En had het ook niet allemaal zelf. Maar hij putte uit andere bronnen. En dat is eigenlijk nu precies hetzelfde wat er nu ook gebeurt met... Overigens, toen ik Hamlet regisseerde, toen was mijn zoon 14. En die had het gezien en die kwam na 2 weken terug bij hem. En die zei, je hebt het verhaal gejat van The Lion King. De dingen draaien zich nu om tegenwoordig. Ja. Maar dit is voorkomen is fantastisch dat het gebeurt. Ik bedoel, er zijn vele films schatplichtig aan Shakespeare. House of Cards. Richard de Derde. Ja, maar als ze zo beginnen, is eigenlijk alles schatplichtig aan Shakespeare, of niet? Ja, nou ja, Shakespeare was natuurlijk heel erg belangrijk dat hij de personages heel erg centraal zette. En het verhaal ontwikkelde zich vanuit de personages. En als we te heden en ten dagen zeggen van ja, een verhaal is slecht of een acteur is slecht, dan komt het heel erg vaak voort omdat we zien dat de maker ingrijpt of omdat de acteur de tekst niet snapt. En de kern ligt hem heel erg zo bij die sterke rollen. En van daaruit is nu de norm. Dat dus, de norm die Shakespeare heeft ontwikkeld, met het verhaal moet voortkomen uit de acteurs. En dat is wel heel bijzonder. Nou ja, inderdaad, heeft hij mooi gezegd. Ja, nee, absoluut. Dat is ook zo. Er is geen auteur ter wereld die de dilemma's van mensen zo goed onder woorden heeft weten te brengen. En ook in karakters heeft weten te vangen. In situaties heeft neergelegd. In stukken, in scènes. Het zit als Shakespeare. En in die tijd was het natuurlijk allemaal. De taal is de abstractie, het middel waarvan toneel zich bedient. En die enorme rijke taal die heeft, tegenwoordig hebben we natuurlijk, als je die weghaalt en je gebruikt de plot en de personages en de conflicten voor film, blijft die overeind. Ja, maar Brainpower, jij weet alles van taal, bent toch gek op taal. Maar toch, als je deze verhalen hoort, dan denk je, wat gek dat het bij jongeren niet echt aanslaat. Nou ja, het verhaal is natuurlijk van alle tijden. Het gaat vooral om de vorm, hoe je het brengt. Zeg maar, dat is dan waar ik mee aan de slag gegaan ben toen ik Othello vorig jaar vertaalde. Dat je dan eigenlijk het verhaal, de kern eigenlijk moet bewaren en alleen de vorm zodanig moet veranderen, zodat je een jongere groep kan aanspreken. Jij hebt die vertaald. Zullen we even naar kijken? Want we hebben iets geleerd, jongens. Ja. Kijken hoe dat gegaan is. Othello. Othello.
Ja, dus waar het eigenlijk om gaat is inderdaad die inhoud is van alle tijden. Ik bedoel, Othello gaat specifiek over opjutten, verraad en jaloezie en heel veel drama's zoals je dat vaak bij Shakespeare ziet. Maar omdat het nu neergezet is met een fantastische cast trouwens en een hele goede regisseur Peter Pluimakers van theatergroep Zep, dan breng je dat naar een jongere groep mensen die dat ook interessant vinden. Dus de thematiek is hetzelfde, alleen de vorm is anders. En de kunst van het vertalen is dan natuurlijk dat je het de inhoud niet verandert en dat je de essentie pakt. Maar je zou zeggen, drama, verraad, jaloezie, dat is interessant voor alle generaties. Dus zou, voor middelbare scholieren die zouden het ook moeten vreten, zou het geweldig maar moeten Maar dat vinden. Doen ze ook in zo'n vorm. Ja. Nou ja, het is... Maar vind je niet, dat vind je niet? Of zo, dat jawel, maar natuurlijk. Maar op scholen niet. Maar het ligt eraan hoe je het brengt. Als je vreten Shakespeare. Bas Loerman heeft dus letterlijke teksten van Shakespeare gebruikt. Voor Romeo plus Juliet. Mm-hmm. En die film is exact qua tekst... voor het gros komt het overeen. Alleen hij heeft het vertaald naar een hele nieuwe wereld. Als we het dan over een stalen ros hebben, dan is dat geen... Nou, ik weet niet letterlijk. Maar het wordt dan in één keer een auto. Ja. En waardoor die hele taal in een nieuw universum is geplaatst. En het in één keer toch gaat werken. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt, Paul. Het is natuurlijk niet zo dat tieners afrennen op het nieuwe Shakespeare-boek. Ik wil bijna Scarface zeggen, maar Shakespeare-boek. Maar het is natuurlijk wel zo dat je dat daarom dus in een andere vorm moet gieten. Ja. Zonder dat je de kern verliest. Ik denk dat is kijk, het gaat, waar jij op bedoelt is waarschijnlijk dat die taal zo oudbollig en zo moeilijk en zo zwaar dat is. Klopt. Dat mensen tegenwoordig ook niet meer kunnen luisteren. Daar zit een kern van waarheid in. Het is natuurlijk zo dat in de tijd van Shakespeare het publiek veel taalgevoeliger was dan nu. Het was alleen maar taal. Dus er waren metaforen, er waren verwijzingen in die het publiek snapte, die tegenwoordig mensen niet meer kunnen vatten. Hetzelfde als dat je in een schilderij van Jeroen Bos weet dat is een spreuk wat daar afgebeeld is. Dat is ook zo. Maar desalniettemin, als je daar met de kam doorheen gaat. He, en je maakt in de vormgeving, transponeer je het naar nu, waardoor de conflicten hedendaags blijken te zijn. Wat jij bijvoorbeeld ook met die voorstelling hebt. Dan is het wonderbaarlijk hoe jonge mensen dat pakken en dat snappen ook. En zich identificeren met de. Absoluut. Je moet ze het zicht niet ontnemen op de conflicten. Want die conflicten die zijn van hun en die zijn heel herkenbaar. Conflicten en thema's zijn geweldig, natuurlijk. Het enige is natuurlijk. Niet als een Engelse leraar, et cetera, die heel puriteins op die taal zit. En dat moet allemaal in majo's en dat moet allemaal in. Hoewel van de andere kant er natuurlijk ook een publiek is dat graag wil zien. Dat bedoel ik eigenlijk, dat publiek. Dat puriteinse publiek. Ja, die heb je ook. Dat zijn. Die kunnen erg aan het trekken komen in Engeland. Omdat daar heel tekstgetrouw en de voorstellingen vaak in hun tijd worden gezet. Maar Shakespeare deed zelf precies het tegenovergestelde. Ja. Hij nam oude thema's. Ik bedoel, het hele Hamlet-thema komt uit de Oresteia van Aeschylus. Dat heeft hij later, is dat nog eens verwerkt, heeft hij ook gewoon overgenomen. Dus maar één stuk, nee, twee stukken van Shakespeare die hij ergens anders vandaan heeft gehaald. De rest heeft hij allemaal. Maar die puriteinen, echte puriteinen, begrijpen Shakespeare niet. Maar wat hij deed. Maar is dat zo, begrijpen die Shakespeare niet? Wat, nou ja, die houden van die taal. Die houden van wat. Dat is de taal muziek voor hun. Ja. En daar hebben ze voor op gestudeerd, dat hebben ze tot hun laten komen. En die heb je ook in de muziek, die heb je in alle kunsten. Maar wil je die toneelstukken levend maken voor nu, dan zul je die ook naar het publiek toe moeten brengen. En dat die is dus totaal weg geen verarming. Dat is ook geen verarming. Absoluut niet. Hij deed het zelf. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Othello, wat wij nou vorig jaar gedaan hebben. Dat was Othello is in principe een donker iemand in een witte gemeenschap in een klassieke verhaal. En dat is omgedraaid in het stuk wat wij hebben gedaan. Dus daarmee speel je ook met rasrelaties en vooroordelen. Dat is natuurlijk allemaal nog steeds heel relevant, helaas. En daarmee prikkel je ook mensen en ook absoluut een nieuwe doelgroep zonder dat je de kern verliest. Ja. En als ik nu hoor hoe Shakespeare te werk ging, hij samplede eigenlijk ook weer verhalen van voorheen. Dat niet en om een linkje te leggen naar jou ook. Als je kijkt naar films, Prince is onlangs overleden, helaas. Ik bedoel, Purple Rain is een film over afwijzing en je moet er bewijzen. En weet je wel, over dat soort dingen. Eminem, Eetmaal ook. Je moet je bewijzen. Er is veel afwijzing aan de hand. Shakespeare gaat ook over afwijzing, jaloezie, Othello, weet je wel. En vooroordelen. En hoe draai je dat om? Wie geloof je? En weet je wel, dat komt allemaal terug in film, in theater en in alle tijden. Dus de vorm is juist zo belangrijk. Vandaar dat als je het in een rijmvorm brengt met muziek, dan zijn heel veel mensen, jonge mensen, die vinden dat gewoon heel tof om te horen. Want de vorm is dan niet oudbollig. Maar die oudbollige taal vind ik ook mooi. Laten we kijken naar Midsomernachtsdroom. Regisseur bij het Nationaal Toneel. 5 jaar geleden zag het er zo uit. Jij, Bok, jij bent opgeschreven voor Pyramus. Oeh, titelrol. Klaar? Nee. Ja. Ja? Ja. Het wordt huilen uiteindelijk, hè? Er wordt tranen dol. Ik ben nog altijd groot genoeg om jou je ogen uit te krabben. Nee! Ik brul de mensen zo aan dat ze denken, nou, dat is een zogenduifje.
gedruppeld op het ooglid van een slapend mens, maakt man of vrouw stapelverliefd op het eerste schepsel dat hij ziet. Demetrius houdt van jou. Jij bent een mooie giet. Heb jij hem niet in een wilde nacht verleid om overspel te plegen? Dat zijn verzinsels van je jaloezie. Ja. Als mensen denken, verdomme, die Shakespeare, zeg. Dan moet ik in je toe. Dan kunnen ze dat, hè? Want er komt gewoon zelfs een hele, laten we zeggen, ambitieus project komt eraan in het najaar. Deze gaat overigens een reprise. We gaan ook Othello doen. We gaan Othello doen. En we doen voor als gelegenheidsproject voor die 400 jaar sterfdag... Ja. Doen we het complete werk van Shakespeare in één avond. 37 stukken, 1832 ja. rollen, gespeelde drie acteurs. Ja. In één avond. Ja. Om de zwaarte van Shakespeare uit. En wat we daar eigenlijk doen, is alle plots die briljant zijn, die jassen we er de hele avond doorheen. Eigenlijk is de setting is zo'n Puriteinse professor die een lezing over Shakespeare wil houden. En dan komen er twee assistenten en die maken er een puinzooi van. Ja. En die zeggen dan uiteindelijk, die assistenten, die hebben gelijk. Want die zeggen tegen de Puriteinse professor, je krijgt een lesje. Exact. Want dit is het, dat is heel mooi. Ja. Maar wat vind jij ervan? Vind je dit ook geweldig, deze manier? Het kan heel interessant zijn. Zeker als je het gaat combineren. Orson Welles heeft het ook ooit gedaan voor een film Campanadas a Medianoche. Chimes at Midnight. En dan verwerkte hij stukken van de eerste acte van Henry de Fourth. En het tweede deel van Henry de Fourth. En nog een paar andere dingen. En dat verwerkt hij dan tot één grote ode aan Shakespeare. En hij kon die verhalen aan elkaar koppelen. Het is later nog een keer gedaan door Gus Van Sant. Mm-hmm. Voor, die vond toch ook alweer... My Own Private Idaho. Ja. Met Keanu Reeves en River Phoenix. Daar heeft hij ook verschillende... En de vierde, geloof ik. Die goede uitvoer van Macbeth, die wilde jij toch ook even laten zien? Die kunnen we nu laten zien. Ja. Macbeth! Or else my sword with an unbattered edge. I see it again undeeded. Oh, castle strength! Will laugh a siege to scorn. Here let you lie, till famine and the ague eat you up. Were you not forced with those that should be ours? We might have met you dearful, beard to beard, and beat you backward home. Dat ziet er natuurlijk heel mooi uit. Ook zwart-wit, dat scheelt er ook weer een stuk. Maar waarom vind jij dit een hele goede bewerking? Nou ja, Orson Welles, die dus ook de rol van Macbeth speelt, heeft het ook geregisseerd. Die heeft een levenswerk gemaakt van Shakespeare vertalen. En die het zowel voor de radio als voor het theater als in film. En wat hij hier heel slim doet, is hij creëert een wereld. Je ziet vanwege de grote vlaktes en de decors. Het is niet echt film, maar hij maakt wel gebruik van filmbelichting en filmhoeken. Ja. Maar de grootste handelingen en dus de decors en ook de leegte die je in de ruimte ziet, die refereren naar het theater. En doordat hij die twee stukken vorm weet te combineren, creëert hij een podium voor die teksten en die personages in die wereld van Shakespeare. En ik vind dat bij Macbeth zo smaakvol en sferisch is gedaan. Als hij daar staat met die staf en hoe hij buldert in dat schot. Ja, ga daar maar overheen. Dat is niet te doen. Ja. Nou, dat zijn we van plan te gaan doen met de theatergroep Zep. Nee, dit jaar ga ik Hamlet vertalen. Dus in een pril status nog, maar dat gaat vanaf september spelen. Dus, maar ik snap wat je bedoelt. Het is... En kijk, weet je, als artiest en liedjeschrijver vertaal je constant gevoelens eigenlijk. In een nummer vertolk je of vertaal je een gevoel. En als maar filmen... dat is toch razend moeilijk, ook met Shakespeare. Ja, je wil zo goed mogelijk een vertaling neerzetten. Geen afbreuk doen aan het origineel. Precies, en daarom moet je, dat zei ik net ook voor de uitzending tegen jullie. Je moet eerst de tekst zo goed lezen om de kern te bewaren. En dan is het de tweede stap, zet je het om naar modern Nederlands. En dan de derde stap voor mij is om het in rijmvorm soepel te laten lopen. Ook voor mensen die niet rappen. En dat is dan de drie stappen. Plan voor hoe ik het vertaal. En weet je wat de retorica natuurlijk doet? Dat de voordrachtskunst, alles met taal, die roept beelden op. Taal kan ramen openzetten. Die kunnen enorme beelden in je hoofd maken. Omdat we leven nu in een beeldcultuur. Dus het probleem van filmregisseurs is ook altijd om een goede balans, wat jij net zegt, om die taal tot zijn recht te laten komen. In het filmbeeld nog eens de taal beelden te laten oproepen in het hoofd van de toeschouwer. Het gaat heel vaak mis. En Joss Whedon, de regisseur van The Avengers, die tussen zijn Avengers-films door heeft, die in zijn eigen huis in Hollywood Much Ado About Nothing gemaakt. Ook Shakespeare-verfilming. En dat ging falikant mis. En ja, maar dan zit je dan. Dan heb je gewoon Shakespeare omgebracht. Ja. Nou ja, je kunt Shakespeare nu ombrengen. Maar waar ging dat mis? Als je niet vertrouwt op de tekst, als je te veel edit, te snel snijdt, et cetera, zodat mensen door het beeld afgeleid en niet meer horen. Dus je moet
eerst het via het oor horen. En dat moet goed in balans zijn. Dus door de beeldtaal verliest het dan de subtext? Er is een personage die zijn dilemma uitspreekt. Ja, het is altijd bij Shakespeare is het eigenlijk hetzelfde wat in musical ook gebeurt. Wanneer het eigenlijk niet meer in woorden is onder te brengen, dan heb je een monoloog. Dan wordt het naar een hoger plan zijn of niet zijn van Hamlet. Is naar een hoger plan getild om alles vanuit een vogelperspectief naar zichzelf te kijken, zodat hij verder kan in het drama. Dus even pas op de plaats. Dat is een beetje wat je met liedjes in de musical ook doet, zou ik maar zeggen. Het is niet meer een woorden uit te drukken, dus men gaat zingen. Absoluut. Dat principe hebben ze aan Shakespeare ontleend. Nou ja, voor jou niet geheel onbekend, dit verhaal, lijkt mij. Nee, absoluut niet. Dus wat ik al zei, je vertolkt inderdaad in een lied, vertolk je een gevoel, vertaal je iets. En ik bedoel, ik zelf heb ook altijd het gevoel gehad dat ik subcultuur naar cultuur moest vertalen. En de hip-hopcultuur naar Hilversum. En op allerlei manieren. En als ik in Amerika ben, leg je ook Nederlandse woorden uit aan Amerikanen en oorsprong. En het vertalen van Shakespeare, daar komt dat heel erg van bij te pas, weet je wel. Omdat je vertaalt natuurlijk iets. Een regisseur vertaalt iets. En je bent natuurlijk ook regisseur. En dat is wat voor mij de uitdaging dan creatief was. Want Shakespeare is absoluut iets waarbij je niet wilt tornen aan de kern van de tekst. En dat is de uitdaging ook, om die boodschap over te brengen. Maar je mag er met de kam doorheen. Als ik een voorbeeld mag noemen. In Hamlet is Ophelia vlak voor haar zelfmoord. Is ze zo waanzinnig, is ze zo gek, want haar vader is door Hamlet vermoord. Hamlet heeft haar verstoten, omdat hij niet meer in de liefde gelooft sinds zijn moeder vreemd gaat en een andere man heeft gekomen en zijn vader ook nog vermoord is. Ja. Dan komt ze op en dan heeft ze planten en bloemen. Heeft ze in de handen. En iedereen kijkt naar hem en ziet dat ze waanzinnig is. Die deelt ze uit. En dan zegt ze tegen Laertes, zegt ze, hier heb je rozemarijn en pensées. Zegt hij. En dan wist het publiek, rozemarijn en pensées, die staan voor gissingen, voor vermoeden. En Laertes, die vermoedt en die gist, nou, wat is er aan de hand met Hamlet? Is hier werkelijk een moord gepleegd? Tegen Gertrude zegt ze, hier heb je venkel en akelei. Venkel en akelei stond voor de vrouwelijke ontrouw. En hij zegt erbij, je moet het omgekeerd draaien, want dan valt het niet zo op. En tegen Claudius, de veroorzaker van het hele drama, en die iedereen die de ontrouw heeft. Dat is heel toevallig dit natuurlijk. Daar zegt ze tegen van, ik zou je zo graag maar de liefjes en viooltjes willen geven, maar sinds mijn vader dood is, zijn ze allemaal verwelkt. Deze waanzinnige symboliek, deze enthousiaste heer aan tafel. Ik bedoel, ik zou bijna zeggen, wie wil er niet naar Shakespeare? En er zijn genoeg mogelijkheden natuurlijk, hè, om ervan te gaan genieten. Absoluut. We hebben het erover gehad. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. En dit is Van Diemt Live. Morgen zijn we er weer. En dan met onze maandelijkse politieke tafel met Frits Wester. Fijne avond.